Maar eerst naar jou, Frank, want het Nederlands elftal heeft gisteravond de Franse kater een heel klein beetje weggespeeld. Toch echt een heel klein beetje. Ja. Twee wedstrijden, 3 punten. Dat is de tussenstand na 2 EK-kwalificatiewedstrijden voor Oranje. Daar waar het afgelopen vrijdag tegen de Fransen behoorlijk moeizaam ging, was dat gisteravond eigenlijk nauwelijks anders. 3 doelpunten tegen de nummer 200 van de wereld, Gibraltar. Experts hielden rekening met een doelpuntenregen. En dus zullen ze zomaar eens aan de andere kant, aan de beide kant van de tegenstander, niet ontevreden zijn met het resultaat. Dat geldt zeker voor wat ons betreft de man aan de kant van Gibraltar gisteravond, Niels Hartman. De geboren Nederlander die mocht in de 86e minuut zijn debuut maken in het Gibraltarese elftal. Voor hem een avond om nooit te vergeten. En dan de entree van Niels Hartman. Graham Torilla maakt plaats voor deze 22-jarige speler. Die werd geboren in Schoonhoven en op zijn eerste met zijn ouders verhuisde naar Zuid-Spanje en later in Gibraltar terecht kwam. 22 jaar dus, geboren in Schoonhoven en dan dit debuut. Ik krijg er zelf al een beetje kippenvel van. Hoe moet dat wel niet zijn voor de vader van Niels Hartman, Mark Hartman? Goedemorgen. Goedemorgen. U zat in dat stadion gisteren, of niet? Ja, dat klopt. Ik was samen met mijn vrouw was ik overgekomen. En wel een aantal vrienden hadden ook kaarten gekocht om er gisteravond bij te zijn. En ja, dan hoop je natuurlijk dat Niels wat speelminuten krijgt nadat hij de vrijdag voor het eerst bij was in Portugal toen Gibraltar tegen Griekenland speelde. Toen nog geen tijd, maar nu wel. Gelukkig kwam hij erin. Ja, u zegt het al, want toen moest hij helaas op de bank blijven zitten. Nu dus in die 86e minuut. U zit dan in de tweede helft, kan ik me zomaar voorstellen, een beetje te wachten op die komst. Hoe gaat dat? Ja, ik ben helemaal niet meer bezig met die wedstrijd. Dus ik ben zelf een hele grote fan van voetbal. Maar vanaf de 55e minuut kijk je alleen maar naar de bank van Gibraltar, omdat je natuurlijk hoopt dat Niels erin komt dan. En ik begrijp dat voor de supporters van het Nederlands elftal gisteren was het allemaal heel teleurstellend. Maar voor mij was het echt de mooiste wedstrijd van het Nederlands elftal ooit gisteravond. Dus toen hij erin kwam natuurlijk in de 86e minuut. En ik begreep ook dat de hele familie erbij was. Jullie hebben denk ik misschien wel in het stadion met z'n allen het hardste zitten te juichen dus. Jazeker, ja. Het is alleen jammer dat mijn dochter, die studeert in het buitenland, ver weg. En die kon er niet bij zijn. Maar voor de rest waren we, wat ik zeg, samen met mijn vrouw en een aantal vrienden waren we daar. En toen de wedstrijd afgelopen was, toen zag ik veel Nederlandse gezichten waren teleurgesteld. Maar dat was zeker niet het geval bij ons. Nee. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Daar wilde ik nog kort naartoe. Die wedstrijd is dan afgelopen. Kunt u hem dan nog even in de armen sluiten? Is er nog tijd voor een biertje of is daar het schema iets te strak voor? Nee, ik had wel geluk, want de beveiliging van de Kuip die liet mij toe om nog even bij de bus te komen van Gibraltar. Dus ik heb hem nog wel even 2 minuten gezien na afloop van de wedstrijd. Maar ja, dan gaan ze natuurlijk met z'n allen de bus in en terug naar het hotel. Dus ik heb hem heel kort gesproken. Maar gelukkig is er vandaag meer tijd voor. Dat is hartstikke mooi. Geniet daar ook vooral van. Een onvergetelijke avond dus voor de familie Hartman. Dank voor de toelichting aan vader Mark. Ja, mooi verhaal dit, toch? Echt heel mooi, ja. Prachtig. En ik hoorde ook volgens mij, toen hij erin kwam, ook gejuich vanaf de tribune. Want ja. Nederlanders vonden het ook wel erg leuk dat die jongen erin komt. Mooi. Ja, dat er dan toch nog een Nederlander in het veld zit. Heeft u gekeken eigenlijk? Nee, sorry, ik heb niet zo heel veel met voetbal. U zat nog met de koning, maar niet samen voetbal gekeken. Nee.